Opnieuw afgereisd naar België om dit keer een verlaten bank te bezoeken. Na een zoektocht van 2 uur in de stromende regen waren we toch eindelijk binnen. Zien waar wij binnen aantreffen? Check de video na de intro. Goedenavond en welkom terug bij een nieuwe video van vandaag weer van de Dus. Het is 15 december, dat is vandaag mijn verjaardag zelfs. En ik ben dat Urbexen, ik weet het jongens. We zijn vandaag bij een verlaten bank, ergens in een grote stad. We zitten echt midden in het centrum. Het moet binnenkomen was echt gigantisch moeilijk. We zijn hier al 1,5 uur op zoek geweest naar de ingang. Maar we zijn eigenlijk binnen. Helaas heb ik geen enkele informatie over deze locatie weten te vinden. Dat de bank al heel oud is, dat weten we zeker. De kamers zijn mooi afgewerkt met veel details. Helaas kon ik niet te lang mijn verlichting aanhouden op de eerste verdieping vanwege de ramen naast mij. Eenmaal met de trap beneden aangekomen te zijn, zagen we waar we uiteindelijk voor kwamen. We zijn nu in de kelder. Ja, en deze locatie, deze moet je echt even checken gewoon. Dit is echt gewoon ziek. Na 1,5 uur zwoegen, echt, echt letterlijk zwoegen, zijn we binnen bij de bankjob. En kijk gewoon al die kluisjes. Sommige zitten zelfs nog op slot. De meeste hebben nog. Oké, de eerste die ze allemaal open hebt. Oh, dit is echt gewoon. Dit is toch vet, of niet? Dit is de moeite waard geweest, het slechte weer. Hoe lang zijn we bezig geweest? Ik denk dat we toch wel tegen de 2 uur zeker wel zitten. Zo'n... Plus het voor. Patrouille, wat we gedaan. Patrouille, het klimwerk, met glad weer nog eens een keertje. Maar dit is het echt waard, joh. Dit is deur 1. Dit is deur 1, jongens. Ja? Daar moet je dus eerst nog heen. Ja, laat dan even. Even ter beschouwing. Hoe dik die deur is. Die is... Wil je nou meer van dit soort video's zien? Abonneer dan snel op ons kanaal. Dan krijgen we deze nog eens een keer erbij, jongens. Ja, die zaten eigenlijk, dit zie je altijd in games ook. Dan hebben we hier deur nummer 2. Dan ben je dus deur nummer 1. Dan ga je door deur nummer 2. Ja. Dan ga je dus naar deur nummer 3. Want hier verder is helemaal niks. Nee, hier is helemaal niks. Er heeft waarschijnlijk wel iets gestaan, maar... En hier heb je deur nummer 3. En die hebben ze waarschijnlijk niet meer open gekregen. Want die hebben ze dus haargein open geslepen. Gaat dat echt makkelijk? Ja, heel makkelijk. Maar jij zag net wat aan de deur. Als jij aan de deur van ons gaat. Kijk. En dat was daarnaast? Dit is, tenminste daar ga ik vanuit, dat het allemaal van die pinnings zijn voor die cilindersloten. Ja. Wat Michael had dus net een theorie, en op zich kan ik me daar wel in beamen. Dat hierboven zeg maar de geldwagen kwam, waar het ingeladen werd, of eigenlijk uitgewassen. Ligt dichter maar net aan. Dat hier zo boven dat het naar beneden werd getakeld. En dan konden ze het zo de bank in ieder geval de kluis inbrengen. En dat zou misschien de reden zijn waarom het hier gestut is. Net stonden we nog waar het allemaal het stukwerk was. En hier werd de auto dus geparkeerd. Er werd het geld naar beneden gebracht. Ja, kijk maar. Ja, dat heb je hier gezegd. Ja. Hier is de ingang ervan geweest. Ik denk dat hier gewoon een liftschachtje gestaan heb. Ik vind het zo'n geweldige ervaring. Het is ook echt wel iets unieks dit. Ja.
Veel locaties gezien, maar dit? Nee, en de eerste buitenlander die zelfs al problemen bij de kluizen komt. Nou, om precies te zijn, we zijn net uit de kluis gekomen. Dat is het eerste wat we hebben bekeken hier. Maar we zijn nu de trap naar boven gegaan. We staan nu eigenlijk op de eerste verdieping, moet je zien. En die eerste verdieping is wel even gevaarlijk om te lopen, want het zijn allemaal losse balken waar je over hebt. Ik sta op een spijker. Maar je kan hier nog eentje naar boven. Alleen die ziet er wel heel raar uit. Ik zou even oppassen als ik jullie was. Oh. Nou, we zijn dus nu op de allerbovenste verdieping, de zolder zou ik kunnen zeggen. En ik liep eigenlijk naar binnen. En toen kwam ik erachter dat ik hier op de verdieping beneden me keek. En als we het zeg maar hebben over het gedeelte waarin ik zeg vaak urbexen is gevaarlijk, ga niet altijd alles doen. Ik zit hier eigenlijk bovenop, een plankie. Ja, vraag me niet waarom. Maar als je gaat urbexen, echt maar, pas echt op. Ik ga hier vandaan. Ondanks het hele pand verder leeg is, was dit wel een hele speciale locatie. Ik zal deze locatie ook niet snel meer vergeten. Na 3 kwartier binnen rondgelopen te hebben, besloten we ervoor om terug te gaan naar de auto. Michael. We lopen in de parkeerkelder. We hebben het gehad. Maar het is uiteindelijk gelukt. En ik ken genoeg mensen van mijn vrienden die het al vaak genoeg geprobeerd hebben, maar het is er niets gelukt. Maar ons is het vanavond gelukt. Ik zou zeggen, ik ga me hier weer afsluiten. Ik zie jullie volgende week. Nee, doe even je ding. Doe alvast een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Subscribe. En dan komt allemaal weer goed. Tot volgende week woensdag 4 uur.